Was jij technisch de beste van die mannen? Ja. Oh ja. Ja. Ik heb het mezelf ziek als gezegd. Ja. En dan maar... vragen ze dat. Dat is dom, hè? Ze hebben tegenwoordig ook oortjes, hè? Die mannen die praten met elkaar, met de sportdirecteur. Ook, ja. Dat was vroeger niet, hè? Helpt dat? Helpt dat? Nee, dat helpt niet. Dus eigenlijk verzin ik geen enkele vraag zelf. Ik moet dat er even bij zien. Maar ik ga het nu instoppen en de man die zit daar ergens achter, dat is eigenlijk het brein. Hè? Ik moet nu vragen, Jan, momenten, of je nog steeds een relatie hebt met de vrouw van Sef Vergoossen. Ik zag kameraden op de bus die weenden. Uh-huh. Mannen wat ik dacht, allee, zo'n beren. En die beginnen daar in één keer tranen te laten. Dat was ongelooflijk. Wat heb je dan gedaan? Film bekeken? Ja, we zijn dan naar een film gaan kijken. Omdat ik zeg, met een afleiding duw ik daar toch een cassette in van een Titanic zeker. En... God, ik begin echt als een oude man te praten. Dat is jouw schuld. Nee. Snij een ander onderwerp aan en niet dat verleden. We gaan het over... Je wordt 60. Zie je al vriendje? Met de gezondheid, hoe is het? Wel goed, goed voor het moment. Ah. Wie een tijd dat dat begint, hè. Jij bent nog een kind. Hè, wij hebben toen in die uitzending vooral gehad over de communicatie die bij Anderlecht niet goed was. We hebben niet over de kwaliteiten van Frankie Verkouter gesproken. Dat wil ik hier even duidelijk... Je hebt hem vier keer ontslagen. Nee. Vier keer in de nee. De journalisten verdienen soms wel eens een mep. Ja, pas op, ik hoef Pieter bij. Het schijnt dat ik mij schandelijk misdragen heb, Frank. Inderdaad. Maar om dat met jou goed te maken, heb ik iets voor je meegebracht. Kleine attentie. Altijd goed voor de praline. Voor vrouwen en kinderen. Is dat iets voor jou, Jan, een tattoo? Ik val uit de lucht, ik. Ik hoor zoveel tegenwoordig, maar tattoos... Eerder een piercing, oké. Okay. Zullen we gaan naar die... Ja. We gaan de zeven. Wil je die zien? Nee. Chateau Schiphol. Als hij mij oproept, ga ik. En als hij mij niet oproept, blijf ik thuis. Waarom is dat niet zo simpel? Maar waarom? Als je niet oproept, dan gaat dat kinderen. Dat staat er geen druk mee te doen, natuurlijk. Ik ook nog wat zuurtjes mee. Geen penalty. Jawel, penalty. Ik vind het ook penalty. Voilà, hij valt een beetje opvallend misschien. Dat misschien wel, maar... Hij valt opvallend. Kijk. En nu vooral... Kijk, hij trekt zijn been weg. Nou, de zus wel, maar nu niet meer. Ik heb twee dochters die Herman Brusselman lezen. Ja. Waarom? Knappe wijven.